Normaal zeggen ze altijd Nederland is een vrij land. Maar als je gaat kijken, het is helemaal geen vrij land. 10 jaar geleden in 2010, ik kan wel met fietsen in de Vondelpark met burka. Maar nu in 2020, wij mogen helemaal geen burka, geen hoofddoek. Ja, het is gewoon streng geworden. Moslim, willen ze geen moslimmensen zien bidden of met hoofddoek op straat of in de winkel. In die werk waar ik geen werk, ja, bij de kinderkookcafé zeggen ze gewoon dat ik mag niet bidden. Of als je wil bidden, moet je gewoon toestemming vragen. Terwijl hun weten dat ik in die tijd moet bidden. Ik vind dat hun niet respect hebben. Maar wij gaan echt geen islam achterlaten. Even moet je... Zo, kijk zo. Ja, ik vind het zo jammer dat ik het daar weg ga. Ik heb het ook tegen hun gezegd. De leukste tijd wanneer ik met de kinderen werk. En wij maken iets samen. En ik, ook als ik iets niet had geleerd, leer ik ook van die kinderen. Het is echt leuk als ik met kinderen werk. Voel ik mij zoals die in die kindleeftijd. Het liefste als ik bij de kinderkoffie was blijven om te werken. Maar door de regels wat nu in 2020 is. Ik mag helemaal niet bidden. Ik mag niet met hoofddoek werken. Ik mag niet met burka zelf. Heb ik besloten om weg te gaan naar mijn land. Dus Marokko. Het gaat niet beter worden. Ik wil helemaal niet meer hier wonen. Beter om weg te gaan. Anders krijg ik spijt.